Wist je dat Suikerunie de grootste groengasproducent van Nederland is? Jaarlijks halen we door biovergisting meer dan 20 miljoen kubieke meter gas uit zo'n 100.000 ton bietresten. Met onze Duitse fabriek in Anklam erbij gaat het zelfs om 30 miljoen kubieke meter. Genoeg voor meer dan 21.000 huishoudens. Voor een groot deel levert Suikerunie dit gas aan het aardgasnet. Maar niet alles. Een kwart van de vrachtwagens die onze bulksuiker leveren, rijdt inmiddels op een mengsel van ons groengas en dieselolie. Dat is gelukt door gebruik te maken van de laatste stand van de techniek, waardoor het ook mogelijk is om met zwaardere vrachtwagens op biogas te rijden. En het is natuurlijk ook te danken aan de vruchtbare samenwerking met onze transporteurs, die deze wagens op ons verzoek hebben aangeschaft. De verhouding gas en dieselolie is ongeveer 1:2. Daarmee maken we het suikertransport schoner en duurzamer, met minder uitstoot van CO2, NOx en roet. En natuurlijk is het gas hier aan ons eigen tankstation voor ons ook goedkoper. Maar daarmee zijn de voordelen nog niet uitgeput, volgens chauffeur Barend. Deze biogasauto rijdt veel stiller, dat maakt het verblijf in de cabine een stuk comfortabeler. Bovendien trekt deze druk veel beter. Dat kan net het verschil maken als je moet inhalen. Suikerunie wil voorop lopen in duurzaam ondernemen. Klanten waarderen dat en bevorderen dat zelfs. Zo hebben Mars in Veghel en Suikerunie afgesproken een zo groot mogelijk deel van de suiker te leveren met de biogasauto's. Grondstoffen zijn schaars. Mars kiest voor duurzame oplossingen, zodat toekomstige generaties van onze producten kunnen blijven genieten. Samen met Suikerunie hebben we onderzocht hoe we de leveringen van suiker verder kunnen optimaliseren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot kunnen reduceren. En dat kan door middel van het gebruik van groengas bulkwagens. Samen met Suikerunie hebben we afgesproken dat minimaal 60% van de suikerleveringen zal gebeuren met groengas bulkwagens. Dit levert een totale CO2-besparing op van wel liefst 30%. Dit is natuurlijk een fantastisch resultaat dat we samen bereikt hebben door intensief samen te werken. En we zijn nog niet klaar, want er lopen nog steeds gesprekken om te bekijken hoe we nog verder de uitstoot kunnen reduceren. Dergelijke reacties van klanten stimuleren ons nog meer om door te gaan op de ingeslagen weg. Suikerunie breidt de vloot aan biogasauto's dan ook gestaag uit. Daarbij heeft zich een nieuwe generatie zware vrachtwagens aangediend. Deze vrachtwagens kunnen voor 100% op biogas rijden. Deze 100% biogasauto's rijden nog schoner en zijn nog stiller. We nemen ze daarom ook op in ons wagenpark. Want Suikerunie blijft werken aan duurzaamheid.